Kijk, Lelo. Mama. Daar is mama. Hallo. Yes. Beertje aan? Ja. Is je beertje mooi? Ja. Beertje is mooi, hè? Ja. Goedemorgen mensen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik heb jullie heel even neergezet op mijn standaard, of tenminste de camera, zodat ik even op mijn gemak tegen jullie kan praten, want er is natuurlijk een heleboel gebeurd de afgelopen weken, dagen. Het is echt een rollercoaster waar we in zitten. Het lijkt gewoon wel een film. Het is zo onrealistisch wat er op dit moment gebeurt in de wereld en ik wil er ook niet te lang over doorpraten. Het hele coronavirus, ik word er helemaal naar van en ik denk dat jullie ook wel genoeg hebben van al die mediaberichten, de dingen die jullie zien in het nieuws, maar ook op social media word je er helemaal mee doodgegooid. Heb ik ook gedaan de afgelopen dagen, maar nu ben ik daar echt wel een beetje klaar mee en heb ik zoiets van, weet je, het is wat het is op dit moment. Het belangrijkste is gewoon allemaal thuis te blijven en goed voor jezelf te zorgen. Neem je vitamintjes, drink genoeg water, slaap genoeg, rust genoeg en zorg gewoon dat je grote groepen mensen mijdt. Dat is denk ik het enige wat we nu kunnen doen met z'n allen. Dus dat is ook wat ik ga doen, of eigenlijk waar ik al mee bezig ben een aantal dagen, of eigenlijk bijna 2 weken. En dat kwam eigenlijk vooral sinds de schrik dat ik het is ongeveer 10 dagen geleden nu, was ik bij een evenement van Josh en van Masha. Een paar dagen later werd ik opgebeld en toen vertelde ze dat zij positief getest was met het virus. En daar waren we natuurlijk allemaal heel erg van geschrokken. Dat betekent niet meteen dat wij ook het virus hebben gekregen. Want op dat moment was zij nog niet, had ze geen symptomen, wist ze zelf ook van niks. Dus het kan zijn dat het virus me nu voorbij is gegaan. Want het is nu dag 11 volgens mij inmiddels alweer. En ik heb echt nog geen symptomen, nergens last van. Ik voel me goed, dus eigenlijk maak ik me niet zo heel erg druk. Maar goed, dat was wel even schrik op dat moment. Ik heb echt die dag dat ze me belde, toen hing ze op, heb ik echt zitten huilen. Maar ook gewoon voor haar, dat ze ja, dat überhaupt moet doorstaan met haar gezin en met Nick, met de kleine Alexis. Ja, ik ben natuurlijk zwanger, Masha is zwanger. Dus we waren allemaal een beetje van, oké, wat gaan we nu doen? Blijven we gewoon allemaal binnen? Het beste natuurlijk is van wel. Dus wij hebben tot 23 maart hebben wij een soort van niet straatverbod. Want je mag gewoon op straat je dingen doen en naar de boodschappen, de winkels, kan je gewoon nog allemaal voortzetten. Maar de GGD had ons een brief gestuurd en die had wel geadviseerd om dan wel, ja, gewoon zo min mogelijk mensen om je heen te hebben. Mocht je het virus wel hebben gekregen van de ander, dan steek je in ieder geval niet nog iemand anders ermee aan. Dus dat was wel eventjes dat we dachten van, nou, top. Josh is volgens mij nu ook helemaal oké. Verder is volgens mij niemand in de groep besmet of heeft ergens last van. En we waren in totaal met 10 meiden. Dus dat is wel fijn dat we daar een soort van positief zijn uitgekomen. Tot nu toe. Het is natuurlijk incubatietijd van 14 dagen. En nu dus dag 11. Maar goed, we gaan het gewoon zien. En ik zorg gewoon goed voor mezelf. De rest ook. Dus ik verwacht geen rare dingetjes. Dus ja, dit worden veel thuisvlogs. Ik heb jullie ook op Instagram gevraagd of jullie dat willen zien. Dus dat ik wat meer video's ga opnemen ook thuis. Omdat ik nu natuurlijk niks verder doe behalve dan thuis zijn. Opruimen vooral. Gezond eten, lekkere maaltijden maken. Want daar heb ik nu veel meer tijd voor. Leuke dingetjes doen met Nela in huis. Dus dat is eigenlijk een beetje waar de komende tijd video's over online gaan kopen. En toen vroeg ik jullie of jullie het leuk vinden als er meer video's komen. En iedereen zei ja. Ik weet niet of het gaat lukken. En het zal ook wel verschillend zijn per dag hoe ik me voel. Maar ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om voor jullie wat meer content te maken. Aangezien heel veel mensen in Nederland, ik voel iets zitten, ook thuis zitten. Net als ik. Dat is wat ik ga doen. Lekker eerst even wat eten en iets gezonds voor mezelf maken, fruit of zo. Even een smoothie klaarmaken met vers fruit. Ik heb aardbeien, blauwe bessen en bramen. Dan gaat er ook nog Grieks yoghurt doorheen. En ik heb hier nog wat bevroren fruit, zodat het lekker koud is. Dus dat ga ik eventjes in de blender gooien. 1, 2. En de smoothie is klaar. Cheers. Ben jij wakker? Schatje. Ga je mee? Ben je naar beneden? Zo.
Wie is dat? Ik pa. Toen was jij net geboren. Ja. Toen kwam je uit mama's buik, hè? Eeuw, nee. Ja, het is toch echt zo. You don't want to know, but it happened. Pink. Pink, hè? Balloon. Ja. Pink balloon. En hier zat jij in mama de buik. Mama. Dan is mama ook zwanger van jou, hè? En is dat Leila? Ja. Was je zo klein nog daar? Nee, dat is niet. Jawel, dat ben jij wel, liefie. Dat is wel grappig, want Leila die kan de L niet uitspreken. Dus ze noemt zichzelf eigenlijk al vanaf dat ze haar naam soort van kan uitspreken, noemt ze zichzelf Nena. Maar het is Leila, liefie. En liet jij nou een pufje? Liet jij een scheetje? Eeuw. Leila die is net weer wakker. En ik heb mezelf even omgekleed in mijn schoonmaakkleding, want ik ga het hele huis even poetsen. Want dat vindt ze altijd heel leuk om mee te helpen. Dus dat is wat ik nu ga doen. En even muziek aanzetten voor deze kleine diva, zodat ze zich ook vermaakt. Hey! En mijn buik 25 weken, want de laatste keer dat ik mijn buik heb laten zien was 23 weken en dit is nu 25. Wow! Waar is de handzeep? Je hebt genoeg zeep, echt. Ik ben nu de keuken aan het opruimen. Ik heb een nieuw album aangezet van Frenna. Hij heet Onderweg naar het album. Dat is de titel. En het is echt wel een goeie. Zo ziet hij eruit. Dus dat luisteren wij nu. En intussen ga ik even de vaat doen en de keuken verder aan kan maken. Terwijl Nela lekker aan het spelen is. Nou, moet ook op de ramen lappen. Huh? Alle ramen zijn weer schoon. Daar ook. De vensterbankjes hebben schoongemaakt. En de keuken hebben Nela en ik samen gepoetst. Dus die is ook weer helemaal spik en span. En terwijl Nela daarachter een filmpje aan het kijken is in haar hutje. Jullie zien haar net niet, maar ze zit hier. Ga ik even het avondeten klaarmaken. En ik had net al kip gekookt in een pan met water. En dat ga ik nu eventjes kruiden. Dat doe ik dan met knoflook. Dat bak ik eerst aan. Dan bak ik een uitje erbij. En dan doe ik er kip en cajun kruiden bij. En dan bak ik dit zeg maar daardoor heen. Zodat het goed opgenomen wordt, de kruiden. En daarna doe ik nog kleine stukjes van paprika erdoorheen. En dan wordt dat zeg maar een soort van mengsel wat ik straks in de zoete aardappel kan doen die ik in de oven heb zitten. Dan heb ik nog sperzieboontjes of haricot vert. En baksoi, wat ik misschien ook nog erbij ga bakken. Dus dat wordt ons avondeten. Ondeugend, zei. Ik zeg, kom je eten? Zegt ze, nee. Doet ze die deur weer dicht. Ze wil gewoon bij jou kijken, toch? Ga je bij papa kijken? Huh? Shh. Oh, moet ik stil zijn? Oh, slaapt de baby. Oh. Oh. Is het koud toch buiten? Ja. Kom, we gaan naar binnen. Ja, we gaan naar binnen. Papa gaat zo ook naar binnen. Die heeft geen sportschool meer, want alles is dicht. Hou zo meteen verder. Alles is dicht, dan kan ik niet stil zitten. Je moet wel, gewoon verplicht. Ik moet blijven moven. Kom je schatje, even eten. Kom, papa gaat ook eten. Straks weer buiten spelen. Kom maar. Ik heb hier trouwens ook nog een hele grote kast die ook echt even uitgezocht moet worden. Dit is de voorraadkast slash snackskast slash wat is het, cadeauspulletjeskast. En ik denk dat ik daar een aparte video over ga opnemen, dat ik echt een opruimvideo opneem, misschien morgen of overmorgen. Mocht jullie dat leuk vinden, let me know in de comments, want dan ga ik dat even doen. Dus dat ga ik dan deze week even uitzoeken en dan zal ik jullie dat in een andere video even laten zien. Maar dit is in ieder geval de chaos nu.
Ik ga heel even wat bakken, namelijk bananenbrood. Aangezien ik nog een aantal bananen had die echt wel aan hun einde zijn, als in heel erg rijp en perfect juist voor dit soort dingen. Dus dit ga ik even in elkaar flansen. En voilà, kind kan de was doen. Nu gaat hij ongeveer 80 minuutjes volgens mij in de oven, dus dat is best wel lang. Maar we gaan er gewoon op wachten. Lekker fris en fruitig ben je weer, hè? Mondje vegen. Haartjes lekker fris. Leen is Nela in bed aan het stoppen. Volgens mij zijn ze nu nog een boekje aan het lezen. En ik ga even mijn spullen boven leggen. En dan beneden opruimen. Make-up eraf halen en een maskertje opdoen. Daar heb ik echt zin in. Slaap lekker, liefie. Lekker wat snacks in bed. Voordat ik straks verder ga op mijn laptop. Ik heb fruit gesneden, verse sinaasappels, pruim en peer. En dan heb ik hier nog twee stukjes van mijn bananenbrood. Chips voor Dwayne en chocola voor Dwayne. En voor mezelf nootjes. Deze heb jij gekocht. Zal ik de mensen even laten zien wat voor foto je naar mij hebt gestuurd? Voor de lockdown. Voor de lockdown. Je hebt voorraad, maar nu niet. 8 repen gehaald vandaag. En dan had ik nodig, heb Malibu cola. En deze. Dus kom niet zeggen dat het voor mij is. Oké, in ieder geval, ik heb het meegenomen voor jou. Ik hoefde niet per se chocola. Dus dat gaan we lekker opeten. Ik ga eerst even douchen en dan hierop verder. Ik kom net onder de douche vandaan. En ik ga gelijk even een moisturizing sheet mask aanbrengen van dit merk, Milou. Die ga ik nu eventjes aanbrengen op mijn gezicht. Oké, hij zit op mijn gezicht. Het is niet het meest charmante maskertje die er bestaat. Maar hij is echt fantastisch. Dus die laat ik nu lekker even 20 minuutjes op mijn gezicht. Ik hoop dat het morgen weer zonnig is, zodat ik met Neda even de tuin in kan. En ja, wat leuks kan gaan doen bij de speeltuin of zo. Dus thanks voor het kijken en tot snel weer, want deze week komen er meerdere video's.